is een beetje primitief, maar zo kan ik PI3XTV besturen. Het analoge gedeelte. Je krijgt niet wat je zo. Niet zo volgens mij. K3OE, good morning, Rich. Is je zo beter? Dat lijkt wel zo. Good morning, Bill. Always great to hear you doing the net. And E is the topic of the day, it seems. Conference, Romeo, Alpha, Sierra, Dash, Papa, India, disconnected. En nu doe ik, even kijken wat zal ik doen. Echo link verlaten. Activating, Echo link. En even kijken, ja, wat kan ik doen? Weerinformatie. Meta information. En dan, nou, Schiphol. Hotel Alpha Mike Airport. Met report time 1625. Wind 270 degree at 08 knots. Cover K. Temperature 21 degrees. Dew point 16 degrees. QNH 1018 hectopascal. Trend nosig. Deactivating meta information. Ik heb geen idee of het in het filmpje te lezen is, maar wat ik dus doe is in dat regeltje de DTMF-code zetten. Dit is hier voor papegaai repeater. Fading, parrot. Test. Dit is Papa Alpha 6 Echo met een test. Van de eerste doorgang laat hij de eerste seconde weg. Even kijken, als ik die nou wil verlaten. Evading, parrot. Nou, dan hebben we een echolink. Dat is de DTMF-code 2 en dan een hekje. Ik heb geen idee of het te lezen is, maar het is toch wel aardig als voorbeeld, hè? Evading, echolink. En dan is 4-hekje. Je kunt ze ook achter elkaar opgeven, maar 4-hekje is de laatste geconnecte. 2 conference, Romeo, Alpha, Sierra, Dash, Papa, India. Connected. Romeo, Juliet, Lima, JR, recheck. AJ7BXH. Conference, Romeo, Alpha, Sierra, Dash, Papa, India. Disconnected. Kijken hoe het ook weer moet. 3002 volgens mij. Alpha 6 Echo 1 new messages. Dat zijn de berichten op de voicemail van de repeater. Ja. Nou, nog even het weer van vliegveld De Kooi is dat. Even kijken hoor. Ik kan mijn scherm zo'n beetje lastig zien, maar mijn fotocamera zit ervoor. Oh, verkeerd. 3. Kilo Delta Airport. Oh yeah, met report time 1635. Wind 220 degree at 08 knots. Wind varies from 180 to 250 degrees. Visibility more than 10 kilometers. View 1000 feet. Overcast 9500 feet. Temperature 19 degrees. 2.16 degrees, QNH 1018 hectopascal, temporary, scattered 1,000 feet. Hey, ik heb nog wat ingetikt en dat doet hij niet. Is dit niet alweer? Doe ik wat verkeerd? Het lijkt een beetje. Soms doet hij dat niet. Ik wil de helpfunctie van het weer doen, maar dat doet hij niet. Wat een aardige functie is, dat is de random random conference en random. Unknown user ID. Hey.
Ach, ik doe iets verkeerd, ja. Dat is omdat ik het niet op het toetsenbordje zelf doe. Ik doe een sterretje te veel. Ja, meestal hoor je daar verder niets op. Nou, nu hebben we toch wel een aankondiging. En ja, als ik dan een hekje doe en dan weer 32, dan unlinkt hij hem en dan doet hij de volgende. Victor, Foxtrot, Delta, Bravo, disconnected. Connecting to conference. Foxtrot, Romeo, Alpha, Charlie, Alpha, Papa. Connected. Nou, zo werkt dat. En het regeltje wat je ziet, ik weet niet of het te lezen is, maar er staat echo en dan minteken N, aanhalingsteken openen. Dan een piping symbool. En dan komt het commando en dan aanhalingsteken sluiten. Even kijken, staat er nou een piping symbool? Dat hoort toch niet? Nee, dat hoort er niet. Daarom werkte het niet. Hoe dat daar nou terecht gekomen is? Ja, 3, X-ray, Delta, Victor, 4, 3, ja, dat is 9, mooie. Dash, 9, 7, 5, repeater. Dat piping symbool, dat heb ik per ongeluk ingetikt. Ik weet niet hoe dat nou is met bewerken daar terecht gekomen. Want hoger in beeld staat het niet. Dus het is aanhalingsteken openen en dan het commando. En dan aanhalingsteken sluiten en dan het piping symbool. Dat is zo'n verticaal balkje. En dan NC. NC, dat is een programma wat je aanspreekt. En die zegt dan localhost. Dat is omdat dit op de repeater zelf is. Normaal moet je daar het IP-nummer doen of een adres. Ik kan hem ook van buiten benaderen als ik mijn IP-adres daar intik. En dan poortnummer 1000, poortnummer 10.000. Dus het werkt via poort 10.000. En NC, dat is Netcat. Dat is een soort Zwitsers zakmes op het gebied van communicatie. Daar kun je echt alles mee. En bijvoorbeeld ook op IRC eventjes dat... ik denk dat Pascal dat ook zo doet met zijn quotes... En ik in ieder geval wel met mijn mededeling die elke dag voorbij komt. Dat doe ik ook met Netcat. Dus dat gebruik ik ook daarvoor. Maar ik gebruik het ook voor het besturen van de repeater dus. Nou, op die manier werkt dat. Een lang verhaal. Volgens mij heb ik helemaal niet zoveel zinnigs verteld. En er was zeker niet veel zinnigs te zien in beeld als het al te lezen was. Maar we gaan het zien.